De ruimte in de stad is schaars en het is vaak lastig meer groen te creëren. Ook het reduceren van de CO2-uitstoot en wateroverlast vormen grote uitdagingen. En dat terwijl de oplossing ons letterlijk boven het hoofd hangt. Met de inrichting van multifunctionele daken ontstaat niet alleen meer natuur, maar ook oplossingen voor tal van andere vraagstukken. Multifunctioneel dak is een dak dat op meerdere fronten een oplossing geeft voor die opgave waar we in die steeds drukker wordende stad voor staan. En we zien het dak toch een beetje als een van de laatste braakliggende terreinen. En dat kunnen we inzetten bijvoorbeeld voor meer biodiversiteit, maar ook om neerslag op te vangen. We hebben uitgerekend dat we in Amsterdam 12 vierkante kilometer beschikbaar hebben en in Rotterdam 13 vierkante kilometer. Nou, als je dat allemaal zou inzetten met zo'n multifunctioneel dak, dan verdrievoudigen we de stedelijke natuur. Dan creëren we een ongelooflijk opvangreservoir voor die extreme neerslag. Wij zien in daken gewoon enorme potentie, omdat er natuurlijk zoveel daken zijn die nu niet benut worden. We zijn nu op het Orlieplein in Amsterdam. En dit is eigenlijk een busstation, treinstation, wat recent is omgebouwd naar een mooi groen park. De succesfactoren zitten natuurlijk in het opvangen van regenwater, waardoor bijvoorbeeld het riool wordt ontlast en dat regenwater ingezet kan worden voor allerlei andere doeleinden. En een ander groot voordeel daarvan is natuurlijk dat daken op die manier bijdragen aan een gezonde stad. Ze zorgen voor verkoeling, waardoor het leefomgeving voor mensen in het stedelijk gebied gewoon veel prettiger wordt. Het is voor een gebouweigenaar van belang goed inzicht te hebben in de voordelen van een multifunctioneel dak. Met behulp van de kennispartner start de gemeente Amsterdam daarom een experiment op het dak van het Andas Hotel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal ontwikkeld stappenplan. Ja, ik ben ontzettend blij dat we hier met een particuliere eigenaar van het Andas Hotel een experiment kunnen aangaan, omdat we vanuit zijn behoeften gaan kijken naar energiereductie. Het is het idee om dit dak vanaf januari 2016... dus in te gaan richten met waterberging, dat hemelwater her te gebruiken om echte natuur van te creëren en vervolgens gaan kijken in hoeverre draagt dat dan weer bij aan de koelingsvraag die hier in het hotel is. We hebben dit project in verschillende stappen aangepakt. De eerste is natuurlijk gaan praten met dakeigenaar, met de gebouwgebruiker en met de belangrijkste stakeholders die hier in Amsterdam actief zijn. We zijn eerst eens met hun in beeld gaan brengen van nou, welke behoeften hebben jullie individueel nou allemaal? De bouwsector moet er meer aandacht aan besteden omdat steden steeds meer te maken krijgen met het wordt drukker in steden, klimaatverandering. Dus ja, ze zullen op een manier in moeten gaan spelen op die ontwikkelingen. Door onder andere daken op een multifunctionele manier in te zetten. Zorg je ervoor dat ze bijdragen aan een fijn leefklimaat voor mensen in het stedelijk gebied. Wanneer je het hebt over groendaken, is eigenlijk dat er nu voornamelijk wordt gesproken over groendaken. Maar waar wij mee werken zijn echt multifunctionele daken. Wat je hier ziet is echt die uitwerking van die gouden driehoek aanpak. Dus denken in ruimte, in water en in energie. En dan krijg je dit als resultaat.